denk dat het op de 2 kilometer was dat ik ineens minder... dat mijn energie wegging, ik zal het zo zeggen. Ik had altijd gezegd van, wow, dat is piece of cake. Maar ja, als je dan niet aankomt, dan is dat een beetje een afgang. Toen wij in Spa waren, had ik een moment gedacht van... Nooit, nooit ga ik hiermee verder. Ik kan het gewoon niet. Ik kon die kraal niet. Iedereen was in het zwembad eigenlijk bij de trainingen. Iedereen was weg met die kraal. En ik hing daar maar en bij mij lukte dat niet. Ik zonk, ik bleef niet drijven. Dus ik had zoiets van, ja, voor mij is deze niet weggelegd. De start begint en iedereen loopt. En wat je zelf doet, wat ik, althans waar ik mee bezig was, was het zoeken naar mijn juiste pace. De pas die ik gedurende lange tijd moest volhouden. Ik heb de halve marathon van Evergem gelopen aan hartslag, gemiddelde hartslag 153. Maar ik dacht dat dat te veel zou zijn voor de marathon, omdat het 2 keer zo lang is. Dus ik ben eigenlijk uitgekomen op een tiental hartslagen minder, zo tussen de 140 en de 143. En volgens Stefan Engels, die naast mij fietste, bleek dat zo 9,8 kilometer per uur gemiddeld te zijn. Dus net geen 10. En dat vond ik wel goed om te handhaven, in de hoop dat ik dat zeer lang kon handhaven. Want ik wist ook dat het parcours klimmend en dalend was. Er zijn verschillende stadia geweest. Zo. Niet zozeer van twijfel, want ik zeg, die eerste 36 kilometer dat ging vrij comfortabel. En had ik ook niet de indruk zo van, er wacht mij de man met de hamer. Maar dat weet je natuurlijk niet, hè. Want als al uw reserves opgebruikt zijn, dan staat hij daar meteen, die man. En dan is het boing en uit. Hij voelt zich goed, zijn hartslag is goed. Dus ja, perfect hè. Het weer is, de omstandigheden zijn ideaal. Dus, maar binnen 10 kilometer begint de marathon maar. Hè. Dan is het laatste 10 kilometer en dan zullen we zien hè, of hij goed ingeschat heeft. Hè. Ik wil seks nu. Nee? Ik wil seks. Nu, seks nu. Rustig. Ik doe het boog, het is een halve marathon. Het is exact een halve, hè. Dus nog 140 meters. Ook in 2 gedaan. Ik 4:20. Het is op het schema van 4:20. Ja. Denk. Zeker tot 30 kilometer. En dan wat terugslag? Voel je iets? Mag je iets voelen, hè? Maar... Ik kan misschien een blaas krijgen aan mijn voet. Ja? Misschien voor de eerste keer. Zwaar? Ja. En toen kwam de Tervuurse Steenweg. Zo'n heel brede laan die klimt naar het Jubelpark toe. Maar klimt heel lang, tergend lang. En daar begon ik dus echt wel op mijn tandvlees te zitten. Veel mensen bewonderd die toch redelijk wat vlees aan hun lichaam hadden en zo. En, die mensen moet je toch bewonderen dat zij toch op Alpe d'Huez bovenrijden. Hè. Die bochten die hebben allemaal een nummer. Dus je rijdt eigenlijk van bocht naar bocht. Hè. En dat is ook wel het leuke aan Alpe d'Huez. Je ziet nooit, van ginder moet ik zijn. Dat is niet. Hè. Je rijdt van bocht naar bocht en dat telt af.
We zitten hier aan bocht 10. Hè. Ja, bocht 10, dat zijn er 21. Want het kwaad stuk is. De eerste bochten. De eerste bochten uit Laag. De eerste vijf. Maar daar hebben ze allemaal getemporiseerd. Ja, ja, het is geen één nacht in het rood gegaan. Nee, die zijn zeker niet aan het forceren. Die graag op het gemak naar boven. Maar natuurlijk wel wat warmer te worden. Minder schaduw, maar ze drinken goed, ze eten goed. Het leukste stuk is inderdaad in het begin, maar ja, het blijft wel klimmen.